dat ligt aan het klimaat, dat is aan het veranderen. Dus ja, hoe dat moet weet ik ook niet. Dat is gewoon de natuur, hè, die verandert. Ja. En Kurt Rijken die vond het allemaal maar vreemd. Zo mag ik wel op de bank, zo mag ik niet op de bank en zo mag ik weer wel op de bank. Ja, als ze geen kleed oplegt, mag ze niet op de bank. Simpel. Nou, hier is alles pik en span en schoentje tegemoet. Ja. Dus, hier is het netjes. Ja. En daar zit Gandalf. Goedemiddag lieve vrienden, het is vandaag alweer zondag 24 mei. Ja, ja, en in alle vogeltjes leggen nog steeds een ei of ze hebben het ei al uitgebroed. Ja, kan allemaal. We leven alweer om 19 minuten over 2. En er zit er hier eentje te zeuren naast me, dat is onze Eeuwin. Ik moet nog aan het werk, want ik heb lekker lang uitgeslapen. Oké, ik heb al wat appjes doorgewerkt. Ik heb al nieuwsberichten doorgestuurd naar Facebook, etc. Dus ja, je blijft toch wel aan de gang. Ondanks dat je ook nog op je bed legt. Maar Rijka is ook al een paar keer naar buiten geweest, etc. Ik heb al met Karin en Roderick heel even gebeld. Nou ja, moet allemaal kunnen. Uit je bed vandaan. Ja. Gewoon een lekkere zondag, maar ja, dat moet wel nog gedaan worden. De bank moet nog gedaan worden, dus we zullen het beleven. En mijn capuchon zit niet goed, dat doet zeer. Zo. Ja, dit is gewoon een lekkere feest. Ja. Hé? Ja nou, hoort je oortje scheef. En dan zeg wat dat je pet zit scheef. Ja, één oor naar achter, één oor hangt goed bij Rijka. Ook leuk, ja. He? Maar oké, okay, het is hier triest weer. Het heeft al geregend. Ja, de boeren blij, maar ja, het is niet genoeg natuurlijk wat er valt. Het is nu droog, dus ik grijp mijn kans om met Rijka even te gaan wandelen. En Gandalf is buiten, dus die zal met me meegaan, denk ik. Ik zie hem zo niet. Hier op de picknicktafel, misschien dat die op de container ligt, dat weet ik ook niet. Normaal kan ik dat in de kast van mijn moeder zien, maar dat zie ik zo niet. En daarvoor is die ook 1, 2, 3 niet, maar het is grauw, grijs, dwaait, hard, maar het koud is, dat weet ik niet. Maar ja, morgen zal het weer beter zijn, het is vandaag een koufront met regenachtig weer. Dus ja, daar moeten we het mee doen. Dat krijgen wij gewoon weer. Ja, daar reed het Nederland voor, hè? Nederland en Kikkerland. Maar de afgelopen jaren te weinig regen gevallen. Ja, daar kunnen wij ook weer niks aan doen. Dat ligt aan het klimaat, dat is aan het veranderen. Dus ja, hoe dat moet weet ik ook niet. Dat is gewoon de natuur, hè, die verandert. Ja, straks zitten we met de kerst. Midden in de zomerperiode hebben we 30 graden of zoiets. En wanneer degene die in de zomerjaren zijn, die zitten met de sneeuw, ik noem maar wat. Ja, zo is het dan het draaien, hè, de natuur. Ja. Maar oké, okay, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook. En ja, geniet van je dingen wat je doen moet en geniet van wat wij doen. Ja. Zo simpel. Enkel, ja, ik moet ik dat nou weer laten zien? Nee, hebben jullie al gezien. Dus ja, kom wel weer. Ja, ik ga gewoon mijn gang. Ik probeer ook een film weer in elkaar te zetten. Dat ben ik gisteren niet aan toegekomen. Maar oké, okay, dat komt allemaal wel weer goed. Er staat nou in ieder geval genoeg op YouTube. Dus ja, ik zal misschien een dag of zo achterkomen lopen of 2 dagen. Maar ja, maakt niet uit, komt wel goed. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik heb de boel aan kant. Dat is allemaal mooi schoon. De bank is schoon, ik heb gezogen. Ik heb buiten ook die ijzeren oprijplaat ook gezogen. En de tussenin allemaal, tussen de kiertjes.
Dus ja, het is weer spik en span. Hé, Rijka? Ik had Rijka, die vond het allemaal maar vreemd. Zo mag ik wel op de bank, zo mag ik niet op de bank en zo mag ik weer wel op de bank. Ja, als ze geen kleed oplegt, mag ze niet op de bank. Simpel. Nou, hier is alles spik en span en schoentje tegemoet. Ja. Dus, hier is het netjes. Ja. En daar zit Gandalf. Hé, Gandalfie. Hé, zit hij midden op straat, hè? Het interesseert hem niet als er een auto aankomt. Hier rij je dan maar om hem heen, denkt hij. Gek beestje. Maar ja, het is in ieder geval weer keurig netjes. Ja, toch? Ja. En er komt er nog een aan. Hup. Weer de raampjes maken, hè? Ik heb ze gisteravond net schoongemaakt. Watje dikje. Ja. Wat voor dikkie. Het helpt toch niet, hè? Nee. Maar ja, oké, maakt niet uit. Ik heb mijn koffie net ook al opgedronken en ik heb een biertje staan, dus... Nou mag ik een biertje, ja. Die stond in de koelkast, maar die laat ik even een beetje afkoelen. En dan een lekker biertje. Ja, wat voor een biertje. Ja, jullie weten het al wel, hè? Ja, ik hoef niks te zeggen. Nee, maar in ieder geval, die is, vind ik, lekkerder dan de normale bier. Kan ik ook niks aan doen? Nee. En je kan er ook citroen erbij doen, dus een beetje citroensap of zo. Nou, dat heb ik ook nog in de koelkast staan. Kan ik ook alweer eens doen. Ik heb het een paar keer zonder gehad, maar dan doe ik even citroensap erbij. Ja, vind ik wel lekker. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het zonnetje is wel bezig geweest even. Daardoor is de temperatuur in de kamer opgelopen naar 22. Het was 21, dus toch weer een graad warmer. Ik heb de kachel niet aan hoor. Nee. Daar is het te warm voor. Dat vind ik niet nodig. Nee, jullie dan wel. Ja, als je ergens woont waar het koud is, ja oké. Maar nee, het is niet nodig. Het is lekker zo. En zoals jullie zien, ik heb ook mijn vest uit. Ja, lekker. En ik ben blij dat ik dit achter de rug heb. En dan kun je wel zeggen, wat moet je met die truc daaronder die aanrecht? Nou, dat is allemaal ook knutselspullen. En dan wil ik toch bij de hand houden. Dat ik dat bij de hand heb. Als ik weer zin heb om iets te doen, dan kan ik mee aan de slag. En dan moet ik het, weet ik van waar vandaan halen. En die kast die staat ook al vol, dus dat gaat het hem ook niet worden. En verder heb ik hier beneden geen inbouwkasten, ja een meterkast, maar daar kent bijna niks in. Nee, daar hangt wat wissels in en om te dweilen, et cetera, hangt daarin en dat ding is gewoon vol. Ja, daar kan ik zelf niet eens iets in staan. Ik heb een meterkast gehad, ja daar kon ik zelf bij instaan, kon ik me verstoppen. Ja, maar nee, dat gaat er niet worden. En die kwam ook aan de binnenkant op slot. Leuk, hè? Dus ja. Maar in ieder geval, ik ben blij dat het weer gedaan is. Alles is weer lekker schoon en fris, spik en span. Mijn bureau is schoon. Bij Arwen en Frode op staat is schoon. Alles is schoon. Mijn mannetje is schoon. Mijn schoonmoedertje is schoon. Alles is schoon. Schoon, schoon. Ja, woepie. En dat moet nog eens een keer aan Karin vragen hoe zij dat schoonhoudt. Want ja, zij zal dat opgeruimd hebben of achter glas hebben of weet ik veel wat. Maar ik wil dan toch eens even weten hoe zij dat doet. Haar bruidsboeket. Ja, die. Ik heb hem ook gevangen. Nou ja, ik wil wel weten hoe zij dat schoonhoudt. Nou ja, komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Ik doe soms in de computer ook aan en dan zal ik daar ook weer aan de slag gaan. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei!